Ten tweede, hoe hoger de elementen worden, des te minder energie er per reactie vrijkomen. Ja? Dus A, het aantal deeltjes vermindert. B, de energie per reactie neemt gaandeweg, neemt minder toe. Nou, dan hebben we te maken met een plasma, een soort van gas. Nou weet ik, ja, of tenminste, de kans, we hebben het, hoe dat? Je hebt zeg maar binnen de gassen, heb je een aantal wetten die daarvoor voor gelden, voor gas, gaswetten. Nou, één daarvan is de ideale gaswet, ja. PV is NRT. Ja. En er zijn ook andere gaswetten, namelijk die van Redlich-Kwong of Peng Robinson. Dat zijn, daar worden gassen beschreven die niet ideaal zijn. Ik zoek even snel een formule op, dan kan ik dat even ook aangeven, dat een gas niet altijd ideaal hoeft zich te gedragen. Zoek even dat erbij, ben ik even vergeten. Zoals u weet, ik heb een scheikundige achtergrond en ik heb op de Universiteit Utrecht mogen studeren. Nou, een van de boeken die we daar moesten aanschaffen was deze. Een heel mooi boek trouwens. Ja. Physical Chemistry, a Molecular Approach by Donald A. Macquarie en John D. Simon. Ja, dit gebruiken ze dus op de Universiteit Utrecht, ja? bij chemie. Oké, property of gases. Nou, dat is hoofdstuk dit. Ik zal al even laten zien dat ik het niet loop te verzinnen. Oh, oké, the property of gases. Nou, hier gaat het over de ideale gaswet. En op een gegeven moment laten ze zien dat. Nou, hier. Dit is een heel mooi grafiekje. Dat al bij vrij milde omstandigheden voldoet de. Ideale gaswet niet. Nou, dat zien we dus hier heel mooi. Hey, dit is een heel belangrijk grafiekje. Ja, dit zijn grafieken waaruit blijkt dat de ideale gaswet en de Van der Waalswet en de Redlich-Kwong, dat zijn de andere benaderingen, niet meer geldig zijn. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk zichtbaar is. Het wijkt af. Dus zelfs met benaderingen wijkt het af. Ja, er is nog geen exact bekende wet van hoe die gassen zich nou gedragen. Ja? Oké, nou hoe ziet zo'n alternatieve Redlich-Kwong of Peng Robinson vergelijk nou uit? Ik zal het even opzoeken en even op bord schrijven. Ja. Dus de kans dat in de zon een ideale gaswet heerst, is klein. Nou, ik zal even één voorbeeld opschrijven. Ik ga ze niet allemaal opschrijven. De Redlich-Kwong. Waar hebben we voor de ruimte? Oké, ik heb daar wel. Ja. P is. Ja. RT. Gedeeld door. V molair. Minus B. B is een bepaalde parameter die je proefondervindelijk kunt achterhalen. Minus, en dan komt het lastige stukje. A. Dat is weer zo'n proefondervindelijke factor. Gedeeld door de wortel van T. V molair maal V molair plus B. Exact. Nou, dit is de ideale gaswet. P is, PV is NRT. Ja. Maar de kans is groot dat de zon onder niet-ideale gasomstandigheden marcheert. Ja. En dit soort zaken, die vinden al redelijk milde drukken plaats. Dus 800 bar of zoiets, of 1000 bar. En dan heb je al hiermee te maken. Dus relatief kleine drukken. Nou is in de zon, is de temperatuur is giga mega hoog. Ja, 15 miljoen graden. Dat kunnen ze hier op aarde alleen maar bewerkstelligen in zogenaamde tokamaks. Waar ze dus fusiereacties en onderzoek doen. Ja, want ze willen energie uit fusie gaan halen. Dus hier ook op aarde. Nou, daar doen ze onderzoek bij met tokamaks.
Dat zijn wel die grote magneten, dat is een cirkel, en dan laten ze daar zo'n plasma in marcheren bij 100 miljoen Kelvin. Hele lichte druk, bijna vacuüm, zit bijna geen gas in. Maar daarin krijgen ze dat soort temperaturen wel heel kortstondig, een seconde, twee seconden, en dan zo poep en weg. Ja. En daar kunnen ze dat soort temperaturen wel realiseren. Maar de kans dat de zon in de zon ideale gasomstandigheden dingen is klein. Ja? Oké. Okay. Maar goed, we kunnen een aantal redenaties wel toepassen. Ja? Het is plasma, gas dus. Gasachtig. Gasserig. Het aantal deeltjes, laten we even hiervan uitgaan. PV is NRT. Laten we dat toch eventjes dat als basis nemen. Op dit moment weten we niet hoe dat zich daar gedraagt. Ik bedoel, geen mensen daar geweest. Niemand kan dat voorspellen, et cetera. En hoe dat functioneert daar. Hoe die gaswitten daar op die temperatuur en met die drukken. Want de druk is ook giga mega hoog. Ja, niemand weet dat. Maar goed, laat ik even de ideale gaswet als uitgangspunt nemen. Ja? Het aantal deeltjes gaat naar beneden. Ja, oké. Okay. De druk van een poos terug, en of dat een miljoenen jaren geleden is, of miljarden jaren geleden is, of 6000 jaar geleden, wat ik dus geloof, ja, de druk moet gelijk zijn. Waarom? Als de druk namelijk niet gelijk is, dan zou het uitzetten.